We Are Chains, België, hier in Antwerpen. Antwerpen, mijn koekenstad. Blij hier even terug te zijn. 10 jaar na de ontslagen van 9-11 gaan we eens kijken of dat Antwerpen de medialeugen kunnen doorprikken. First question is, where were you on and what were you doing on 11 September 2001? I was in the office, I was at work. So, and I was programming, and then I got message by ICQ from a friend of mine from Germany that, have you seen this, that what's going on in United States? And then it was okay, some kind of joke on the internet, and then okay, all the news talking about this, so it's real. That's it. Ik was thuis, ik was aan het werk, en ik werd opgebeld door mijn vader. En die vertelde dat er iets aan de hand was, en iets heel ergs gebeurd was in Amerika, en toen ben ik naar de tv gegaan. Ja, het klinkt heel erg, maar ik zou het niet meer weten. Nee. Ik weet echt niet meer. Ik zat in de auto met mijn moeder in Turp, waar ik woon. En dan kwam iemand bekend tegen. En dan zei die van, heb je het al gezien van Amerika met die torens? En dan zijn wij direct thuis gaan kijken wat er eigenlijk gebeurd is. Ik kwam terug van school. Ik zat toen nog in de lagere school. En de tv stond toen ook, heeft toen ook heel de dag opgestaan. En ja, dat was het. Ik was in het moederhuis. Ja, dat is al 10 jaar geleden. Ik zat toen nog op school. Dus ik heb het gehoord middags toen ik op school zat. Dus ik weet niet waar dat jij was. Ik was een wandeling aan het maken met een vriend. En toen dat ik terug thuis kwam, ben ik tv gaan kijken. Toen heb ik het gezien op CNN dat de torens aan het instorten waren. Dus. Ik zat in de bus terug van school. Toen hoorde ik dat. En dan kwam ik thuis en dan zeg ik dat allemaal opnieuw. Ha, ik zat op 11 september op school. How do you think the world is changed after those attacks? I think United States changed significantly. I would say that before there was the example of democracy for me. Now it's, it looks not so democratic. For instance, when they do this finger scans, I don't like, it's something not pleasant because you feel like yourself like a criminal then. Why do they take your fingerprints? And now it's a very close country. I have heard that if you want to take photographs somewhere on the not far from the government buildings, and there will be a policeman, he will see that you are doing this and he will ask, what are you doing? Are you a terrorist? And so on. So people like they feel like in prison or like someone is watching them. No more freedom probably. Hoe is de wereld volgens Toller veranderd na die aanslagen? Goh, ik denk dat iedereen zo wat meer op zijn hoede is geworden voor zo van die aanslagen. En dat er ook zo wat meer schrik is onder de mensen dat er zoiets gaat gebeuren. Terwijl als hun op een plaats zijn, dat eventueel doelwit zou kunnen zijn voor zo'n aanslag. Dus ik denk dat vooral de mensen minder gerust eigenlijk leven. Ik denk dat zo op het gebied van veiligheid er heel veel is veranderd. Dat er veel meer gecontroleerd wordt op luchthavens en op van die culturele attracties. En ja, dat kan misschien ook wel goed zijn om zo'n dingen te vermijden. Ook politie is veel meer toegenomen in Amerika en in New York en zo. En ja, dat kan ook wel positief zijn. Goh, ik denk dat er eigenlijk Europa, zeker ons land, weinig veranderd is. Omdat we daar iets te ver van staan en dat bij ons zo'n dingen heel weinig gebeuren. Nou, politiek is hier heel erg veranderd. Maar ik denk ook dat er een enorm contrast is ontstaan tussen de christelijke wereld en de islamitische wereld. Daarom. Ik denk dat de wereld een heel stuk achterdochtiger is geworden sindsdien. Ja. Wel, veel verbeterd is hem natuurlijk nu. Je hebt gezien dat ook in Amerika, maar over heel de wereld is gebruikt om zogezegd tegen terrorisme te strijden. Maar wat dat in de praktijk toegeleid heeft, is dat voornamelijk de burgerrechten van Amerikanen, Europeanen en eigenlijk mensen over heel de wereld zijn aangetast. Natuurlijk, duizenden doden gevallen in Irak, Afghanistan, noem maar op. Dus veel positief is er niet uit voortgekomen. Goh, ik denk dat ze nu wel meer maatregelen pakken. Dat er minstens als ze iets verdacht zien, een koffer of zo, ik denk dat ze dat dan wel veel rapper bij zijn. Wat de media geeft van informatie over de aanslagen, wat is uw opinie? Is dat correct? Of dat correct is, dat kan ik moeilijk beoordelen of dat correct is. Maar ik denk dat het goed is om ook wat over de achtergrond te vertellen. En niet alleen over die aanslagen zelf. It can be 50-50. I think a lot of many things probably are not said on the media. Because it's filtered. If this is 50-50, would they lie about other things also?
yes. If it's necessary, like they say, for citizen security, for government security or whatever, they will lie. How do you say, put false information in the news, in the media? Ha, ik weet dat niet. Ja, misschien wat meer emotioneler gemaakt, ik weet niet. Om de mensen nog meer angst in te boezemen, ik weet het niet. Ja, dat is natuurlijk moeilijk omdat ik denk dat er wel in grote delen van zijn die niet correct zullen zijn. Ik denk dat dat wel vrij correct is. Wat er op nieuws wordt gezegd en gebeurd. Hoeveel torens zijn er ingestort op 11 september? Alle twee zeker? Of is er maar één ingestort? Ja, ik denk ze zijn alle twee ingestort, maar ik denk dat er zelfs nog een derde gebouwtje die erbij was ook nog eens ingestort. Dat is een strikt vraag. Nou, sowieso twee, maar het zijn er meer geweest. Want er waren een aantal gebouwen ook... een aantal andere WTC-gebouwen die ook uiteindelijk mee zijn gegaan. Dus 4, 5 misschien wel. Volgens mij 2. 2 zeker? 3 of 4 denk ik, als ik het niet vergis. Je hebt dan de World Trade Center, die 2. En dan World Trade Center 3. En dan, ja, en 7 of zo, als ik het niet vergis. Maar daar zijn ik niet. En Pentagon? Ja, met een toren. 2. 2 torens. Welke oorlogen zijn er uitgevloeid uit 9-11? Nou ja, die in Irak natuurlijk, in Afghanistan. Sowieso in Afghanistan. En ik weet niet of de oorlog in Irak een direct gevolg was van de Twin Towers. Maar ja, dat heeft wel allemaal met elkaar te maken. Irak, daar zijn ze gaan bombarderen eigenlijk. En voor de rest... Welk land wordt er door de NATO momenteel nu aangevallen met ons belastingsgeld? Is dat Syrië? Oké. Okay. Ja, dat is Libië. Ja. Dat zijn die dingen, hè? Oh, papa, in dat land. Vraag maar eerst aan haar. Ik heb absoluut geen idee. Oh. Dat weet ik niet. Libië. Libië zeker? Ja, Libië. Hier stond wat meer informatie in over 9-11. Dat het wel degelijk is opgeblazen. En zoals ik dat zelf zeg, de WTC-7. Er zijn heel veel mensen dat dat niet weten. Wat er echt gebeurd is op die dag, dat weet ik niet. Maar ik kan alleen maar zeggen, wat dat de media ons wijs maakt, klopt van die kanten. Deze is van architects en engineers. De website is niet een groot deel vervalt in het Nederlands. Ondertussen is er ook een Nederlandse website. Action Group Delft. Dus ik zou zeggen, bekijk het niet keer.